Een handelspost in Amerika die als New York zou uitgroeien tot de hoofdstad van de wereld. Hey, Peter Stuyvesant. Als beeld en in het echt. Nou ja, deze man is natuurlijk een acteur. Hij speelt Peter Stuyvesant voor toeristen die hier komen rondneuzen. De voormalige gouverneur van Nieuw-Amsterdam vertelt me dat hij er destijds heen moest om orde op zaken te stellen. Het was een hele, het was een stad waar alles kon en mocht. Het werd een zootje inderdaad. Het werd een zootje werd in Nieuw-Amsterdam. Het werd een zootje verloederd. De echt kerk waar? Was nog niet af. Ik heb gezorgd dat de kerk afkwam, dat er een school gesticht werd. En hij bond de strijd aan met de horeca. Er waren meer kroegen dan kerken op Manhattan. Stuyvesant doet me wel een beetje denken aan de latere burgemeester van New York, Rudolph Giuliani. I need your help and we need your support so we can turn this city around. So we can have a safe city again. Allebei regeerden ze met ijzeren vuist en waren flink chagrijnig. Stuyvesant legt uit dat hij in ieder geval een goede reden had. 1644 verloor ik mijn rechterbeen. Ja, dat zie je nu niet. Maar ja, mijn rechterbeen. Ja, met een gevecht tegen de Portugezen over Sint Maarten. Het eiland van het bovenwindse eiland. Ja. Stuyvesant was onze laatste gouverneur. 40 jaar nadat we op Manhattan de Nederlandse vlag hadden geplant, kwam aan onze heerschappij daar een einde. Jij hebt uiteindelijk ons Nieuw Amsterdam weggegeven aan de Engelsen. Die er New York van hebben tegen gemaakt. Zin Waarom in, heb je dat nou gedaan? Meneer Westerman, tegen mijn zin in. En ook tegen de zin in van het West-Indisch Compagnie. Maar op dit eiland draaide toen al alles om geld. De burgers waren bang dat een oorlog hun handel in gevaar zou brengen. Dus toen een Engelse oorlogsvloot voor de kust verscheen, dwongen ze Stuyvesant om Nieuw-Amsterdam zonder slag of stoot op.